Mijn naam is Marie-François en zolang ik mij kan herinneren, speel ik al piano. Ik zou mezelf omschrijven als een enthousiaste, spontane en intuïtieve muzikante. Ik vind het belangrijk om mezelf te kunnen zijn en op die manier een echte en eerlijke connectie te maken met mijn publiek. Wanneer iemand mij vraagt om mijn visie op muziek en mijn ambitie als artiest samen te vatten, dan antwoord ik met één woord. Lef. Lef om volledig mezelf te zijn op het podium. Lef ook in de manier waarop ik composities muzikaal breng en interpreteer. Ik doe het graag op mijn manier, met respect voor de grootmeesters. En als laatste, lef, omdat ik helemaal niet vind dat klassieke muziek moeilijk hoeft te zijn. Ik ben het gelukkigst op een podium. Spelen voor mensen is voor mij de essentie. Want daarover gaat het in kunst. Ontroeren, beroeren en vervoeren. Ik wil bijna letterlijk, via de klanken die het oor binnendringen, elke persoon raken. Daarom is in mijn visie een concert meer dan gewoon zomaar wat noten spelen. Het is een verhaal brengen. Niet alleen muzikaal, maar ook talig. Want ik besef dat ik als mens een heel spontaan karakter heb. En ook dat absoluut wil laten zien op het podium. Dus spreek ik mijn publiek graag toe en geef ik meer uitleg over mijn programma. Dat hoeft niet per se de hele geschiedenis van een werk te zijn, maar eerder via een kleine richtlijn je als luisteraar duidelijk te maken wat je mag verwachten. Ik vind het belangrijk dat ook klassieke muziek toegankelijk is en dat elk individu in de zaal begrijpt wat ze te horen zullen krijgen. Want hoe meer je weet, hoe meer details je opvallen. En hoe meer betekenis, hoe intenser het plezier. Toch? I think it's very important that I can take the audience into my musical journey because it's like very nice when they you can like nee opnieuw. Dat was slecht, hè. Hoe zeg je dat als je uw publiek zo wilt dat het publiek deelneemt? Hoe zeg je? Ja, ja. Ja, ja. I would like to engage my audience when I play a concert, so I love to talk to them and just explain them a little bit about what they can expect from the piece I'm going to play. I think that's kind of important also that they get an image of who I am, not only as a musician, but also as a person, so they can relate or not at all relate, but that they get like the idea that I am also like the enthusiastic person about the music that I will perform, because I feel like I'm such a social person. I like to talk to the audience. I like to really entertain them. So I think that's kind of important, and I think that's the thing I also really like to do. Ik wil via mijn muziek en mijn taal een gevoel van verbondenheid creëren in de zaal, die met geen woorden te beschrijven valt. Een verbondenheid die ten diepste menselijk is, maar tegelijkertijd het menselijke overstijgt. Als ik mezelf zou moeten omschrijven, zou ik zo denken aan de woorden bold, brave en lovable. Omdat ik denk van, ik ben wel iemand die
opkomt voor mijn principes in de klassieke muziek. Ik vind dat dat niet meer zo stijf moet zijn. Ik wil graag een podium opwandelen met een glimlach en iets kunnen vertellen tegen mijn publiek wat in me opkomt of waarover het gaat. En ik denk dat dat belangrijk is, dat ik echt mezelf kan zijn op dat podium. En daar hecht ik ook echt heel veel waarde aan. Dat zijn toch een van de meest magische momenten die wij als klassieke muzikanten en klassieke liefhebbers kunnen ervaren. Het samen zitten in één ruimte, met één grote groep individuen, in pure stilte. Eén ding. De muziek. Collectief onze gevoelens de vrije loop geven en enkel en alleen dat ene moment voelen en beleven. Een muzikant is daarom in mijn ogen misschien wel een soort medium. Iemand die verschillende werelden, die verschillende identiteiten, die onze fantasie en onze zintuigen, die dat alles en nog zoveel meer moeiteloos met elkaar weet te verbinden. Een muzikant is op die manier een magier. Mijn naam is Marie-François en zolang ik leef, zal ik piano spelen. Ik weet niet wat ik verder nog moet zeggen buiten dat, maar hoe moet ik mezelf voorstellen?